Just Us Perkamentus. Welkom bij een nieuwe vlog op ons kanaal. In deze vlog ga je zien de nieuwe Harry Potter Marathon van 2015. Ik heb er al in ieder geval heel veel zin in. Zometeen komt Just in ieder geval eerst hierheen. En dan gaan we een beetje chillen. Gaan we een beetje Smash spelen, denk ik. We gaan nog winkelen. We gaan nog naar McDonald's. Daar zullen jullie misschien ook nog wel iets van zien. Ik zit nu een beetje Serious Request te kijken. Ik wacht totdat Justin er is. Het is, ik zal eventjes niet in het licht gaan staan. Het is nou, kijk, dan kunnen jullie het ook zien, 2:10. En ik verwacht dat Justin hier binnen een uurtje eigenlijk wel is. En dan kunnen we mooi even boodschappen gaan doen. In ieder geval, dit is dus nog de dag voor de Harry Potter Marathon. En ja, dat laten we ook wel zien, net als vorig jaar. Ik weet niet of ik superveel ga filmen tijdens de Harry Potter Marathon, maar dat zien jullie dan wel. Kijk, dit is Justin's idee van op tijd komen en shit. Schiet al lekker op, hè? Heel grappig. Oké, jullie weten niet wat er net gebeurde. Ik werd dus net gebeld door Justin. En hij zegt, weet je waar ik nu ben? Ik zeg, nee, waar ben je? Ja, ik sta bij je oude huis. Ik dacht van, nee, alsjeblieft zeg. Wat voor mongool ben je? Dat zei ik serieus. Vraag zomaar aan hem. Maar dat kan je niet vragen. Maar vraag maar in de comments of ik dat echt zei. Voor de rest, Justin die komt zo. Hij zal ze meteen wel aanbellen en dan laat ik hem over de deur staan. Nee, dat is zo'n grapje. Maar dan doe ik even open met het knopje of niet naar beneden. Dat is super chill. Yo, ik doe hem voor je open. En heb je er al zin in? Ik ben grappig. Ja. Lekker voor je. Dat is mooi. Daar zijn we weer. We zijn Smash aan het updaten, want Justin moest per se met Cloud spelen met die poppetje die Smash heeft toegevoegd. Nou, ik heb hem gezien. Dat is gewoon genoeg. Je dacht ook van Disney. Nee, dat had een reden. Je dacht dat het de broer van Mickey Mouse was. Daar lijkt het wel op, ja. Nee, ja, daar zitten we dus op te wachten. Update, Wii U doet dat al lang, hè. Wat? Als ze dat gewoon gaan doen, dan ga ik gewoon nooit meer Smash spelen. Dan sla ik hem met Mickey. Dat vindt hij grappig, hè. Dat vindt hij grappig. Ja, we hebben er een monstertje bij. Moet je ook niet even zeggen hoe lang het heeft geduurd voordat we... Die code hadden kunnen... Dat heeft best wel lang geduurd. Nee, die heb ik... Oké, dat was er maar zo. Die code moet je krassen. En je hebt daar geen hulp, servers, iets van en dan niks. Dus gewoon hier is het klaar. Nee, Milan had dus zo hard gekrast dat je twee cijfers, zeg maar, moeilijk zag. En wij dachten eerst dat dat vijven waren. Die vijf, die klopt ook. Alleen, okay. ik dacht dat het vier was. Want die konden we eerst niet zien. Helemaal. Nee, de rest konden we eerst... Begin, hè? Oh ja. Dat dat twee vijven waren? Nee, toen dachten we dat het de K3 was. Dat hadden we in ieder geval ingevuld. Ja. Alleen het was 3-3. Dus okay. Daar gingen we de fout in. Nou, dus die hadden we al fout. Toen hadden we zeg maar één ding waar we helemaal niks konden zien. Dus toen had Milan gewoon alle mogelijke dingen een keer ingevuld. Maar toen deed hij het niet. Toen dachten we, Toen ging Milan weer even kijken. Toen zei hij, hey, maar Justin, dit zijn 2 drieën. Oké. Okay. Ja. Weer alles opnieuw ingevuld. Met die 1 overgebleven. Dus dan gewoon A, B, C, D. Ja. Totdat hij het doet. Deed hij het weer niet. Echt van, Ja, Milan kreeg een beetje stress. Ik zat hier gewoon lekker monster te drinken met de kerstboom te spelen. En toen zei Milan, oh wacht, ik had iets verkeerds gedaan. Gewoon net als die laser waren, had hij omgedraaid. En toen probeerde het weer opnieuw. En toen uiteindelijk was het te vieren. En toen opeens... Yeah! En nu zijn we inderdaad. Nu zijn we aan het wachten. Nu zijn we alweer 3 uur ver. Sorry. En straks gaan we lekker naar Mac. Dus zullen we ook nog wel even hoi zeggen. Ja, dat we straks even weer die Polska even... Maar eten laten bestellen. Zullen we gewoon wat doen? Als ze dan zo naar de auto lopen, dat ze gewoon snel een beetje wegrijden. En dan lopen ze ervoor, dan rijden we naar achter. Maar wil je niet binnen gaan zitten? Je wilt gewoon in je auto doen, want we moeten toch apart betalen. Dus. Ja, we kunnen ook wel binnen zitten. Dat kunnen we ook doen, we moeten nog even bedenken. Ja, we moeten even bedenken. Ja. We kunnen ook buiten zitten. Dat kan ook. Maar dat ga ik niet doen. Wat zei je? Ik ben net op tafel. Easy. Ik moet wel zeggen, ik vind het vet. Alleen, je betaalt zeg maar 5 euro of 6 euro voor zo'n poppetje. Hè?
Mm-hmm. En na twee battles heb je eigenlijk alle moves al een keer gedaan. En dan denk je van, oké, was dit dit? Weet je wel? Yeah. Ja. Ja, het is zeg maar gewoon een normaal poppetje. Alleen, mm-hmm. het is een ander poppetje en je moet ervoor betalen. Ja, dus dat klopt. Ja. Ja, Bayonetta. Het is echt wel echt een hele vette map. Ja, dat klopt. Ik denk dat we zo meteen maar eens eventjes naar mijn vader's huis gaan. Nee, we gaan nog één potje doen. En dan, nou, gewoon één tegen één kopje te slaan. Dat is wel een snel potje. Nou, ligt eraan. Het is een showpak, dan is het gewoon spannend. Heb je een beetje zin in morgen? Ja, nu wel, als ik zo ochtends wakker word dan. Niet? Nou, dan blijf je liggen, dat is alleen maar beter. Even daar het licht uit dan, alsjeblieft. Kijk, het is nou 1:15 en over 4:15 gaat de wekker. Nice. Ah, nice. Er zit een kwartkopjes. Ik heb het niet gezien, maar ik zal mezelf even filmen. Dat willen jullie natuurlijk wel zien, alleen is het een beetje lastig zo. Ah, dit doet pijn. Maar in ieder geval, tot morgen. Heb jij nog wat te zeggen, Justin? Ik dadelijk ik jou geven of jij mij geven? Allebei om en om? Ja, maar dan wil ik wel eens komen. Oké, okay, dat is wel lekker. Doei! Kijk eens. Oh nee, je bent donker. Nee. Nee. Hoe kan ik je... Nou, dat gaat niet werken. Nou, kijk, hier hebben we de aftiteling van deel 5. We hebben er nog 3 te gaan, Justin. Hoe voel je je? Je bent slecht te zien, maar hoe voel je je? Ik voel fantastisch. Laat die 3 maar komen. Hierna gaan we ze nog allemaal in het buiten bekijken. Ja, en nog in het Aziatisch. En dan zijn we voor 3 dagen klaar en dan... Dan zijn we dood. Nou, dat ja, is mooi. We hebben nu 5 minuten pauze, want een paar sissies zie ik hier op de pauze. Dat klopt. Ja, daar ben ik weer. Het is gewoon 2 dagen later. Gewoon 2 hele dagen later na de Harry Potter marathon. Sorry dat ik niet zo heel veel heb gefilmd in de Harry Potter marathon, maar het was nogal slopend. Ik heb hem helemaal gehaald. Justin eigenlijk ook, alleen die had wel een beetje inkakmomentjes, maar hij heeft hem helemaal gehaald. Dus dat is mooi. Dat hoor ik allemaal van geluid. In ieder geval allemaal bedankt voor het kijken van deze vlog. Ik zie jullie graag weer bij een volgende vlog. En dan heb ik nog maar één keer te zeggen. Dat is adios amigos.